Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Renuka Rajaram en dit is mijn vlogseries naar Singapore. Ik vertrek vandaag richting Singapore. Ik ga daar een half jaar studeren aan de Nanyang Technological University. Ik wil jullie heel graag meenemen en ook voor mezelf om alle memories in een video te hebben. Ik ben helemaal ready, steady to go. Alles is ingepakt en ik heb super veel zin in Singapore. Het wordt ook wel lastig voor mij, want ik ga de eerste keer, het is de eerste keer voor mij, zo lang weggaan van mijn ouders, mijn familie, iedereen. Dus het wordt een challenge, maar we gaan de challenge samen aan. Oké, ik ben net ingecheckt door de douane heen en ik loop nu snel naar mijn gate. Ik heb nog half uurtje ongeveer, ik moet kijken in mijn winkeltjes. En ik wou ook wat geld wisselen op pas voor Singapore, maar goed. De koers hier in Nederland is best wel slecht, vergeleken wat ik kon krijgen in Singapore. En ik ben er hoor. Kijk eens, ik ga naar de immigratie toe zo meteen. En dan even kijken hoe alles gaat. En in de tussentijd moet ik dan ook nog even zorgen dat ik internet kan fixen op mijn telefoon. Want ik wil graag een Uber of een Grab bestellen. Oké, ik heb zojuist al mijn koffers gepakt van de band. En nu ga ik naar buiten. Alles met de decoration ging ook heel snel en heel goed. En misschien ga ik hier ook een simkaart kopen. En we zitten in de taxi. Oké, ik ben inmiddels al bij het hotel. Wat er is gebeurd gisteren is dat ik achter ben gekomen dat ik niet vandaag mijn kamersleutel kan ophalen voor de campus. Dus moest ik voor één dag een hotel boeken. Het is nu ongeveer 8 uur in de ochtend. Ik ga heel snel even opfrissen, liggen in mijn bed en daarna ga ik naar buiten. Alleen zag ik hier net wel in de kamer een theemix en een waterkoker. Het lijkt op de Indiase thee, maar ja, het is gewoon melkthee. Oké, het is een paar uurtjes later. Ik ben helemaal opgefrist. Ik ben klaargemaakt om naar buiten te gaan. Ik wil gaan lunchen. Oké, om te beginnen heb ik een shirtje van Tommy aan. En een wijde broek die helemaal losjes valt. Van Westside. Deze komt uit India trouwens. En mijn bril van Kuwait. Of Kwai, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar die heb ik op Zalando Lounge of zo heb ik besteld. Een tijdje geleden toen ik hem daar zag. En ik vind hem wel cute. Hij heeft van die oranje glazen. Nou, gele glazen een beetje. Ik weet niet wat ik van dat vind. Maar ik vond de frame heel mooi. Het is een soort van interprintje. Dus
Dat is wel heel leuk. Maar goed, ik ben ready to go. Oké, ik ben eindelijk buiten en ik ben een beetje aan het wandelen. Ik heb een beauty salon gevonden. En dat is ongeveer 20 minuten lopen. Ik ga nu lekker wandelen. Het is nog lekker vroeg in de ochtend. En ja, zover ik nu heb gezien van de twee straatjes die ik heb gelopen, is het super schoon. En het ziet er echt heel mooi uit. En het is ook zo warm. Het doet me echt denken aan India qua temperatuur. Kijk naar hoe netjes alles is. Hoe gestructureerd. Oh, I love it. Ik snap gewoon niet waar ik ben nog, jongens. Dat ik hier voor de komende 5 à 6 maanden wel zal zijn. Dat is best wel heftig. Een stukje lopen van het hotel is de highway. En ik moet ergens oversteken om naar de andere kant te gaan. Het is echt voor een hele lange tijd mijn droom geweest om hier te komen studeren. Oké, na ongeveer 10 minuten kwartiertje lopen ben ik bij een winkelcentrum aangekomen. Ik ga kijken of ik daar misschien wat boodschappen kan halen. Want morgen ga ik naar campus en daar zal ik waarschijnlijk geen tijd hebben om naar buiten te gaan en wat dingen te kopen. Ik ben bij de straatje aangekomen bij Community Barbecue. Ik zal mijn avond gaan laten doen, alleen heb ik geen plek. Ik heb een volgende voor vandaag. Ik heb niet van tevoren gebeld, want het zag er op Google heel bijzonder uit. Ik dacht dat er een zeker plek zou zijn. Was er niet? Ik heb misschien één keer in mijn leven Korean barbecue gegeten. En dit is de tweede keer. Ik heb jajangmyeon noodles genomen. En daar is mijn jajangmyeon ramen. Als je goed kijkt, is we gaan dubbelen. Terug bij het hotel. Ik heb een taxi genomen terug. Want het is zo heet buiten. Oh mijn god. Ik kan jullie niet uitleggen hoe warm het is. Ik denk dat het nu ongeveer 32 graden is. En ik ben naar de 7e etage gekomen van mijn hotel. Want wij hebben een prachtig zwembad. En volgens mij zagen jullie al een heel klein sneak peek achter mij net. Prachtig zwembad. Ik ben best moe, dus ik ga nu terug naar de kamer. Ik ga even een paar uurtjes ontspannen. En dan ga ik misschien vanavond een supermarkt zoeken. En ik had de taxi net teruggenomen. Toen vertelde de taxidriver aan mij dat waar ik net was eigenlijk heel veel tunnels waren. Dus ik had eigenlijk gewoon een stuk moeten doorlopen, maar ik voelde me al heel erg moe. Het eten was dus wel lekker. Het was te doen. Ik heb in Nederland ook Korean barbecue een keer gegeten. In Amstelveen volgens mij. En ik weet niet. Het is wel lekker. Maar het was ook heel zwaar op de maag. Misschien ga ik het nog een keer ergens anders proberen. Ik voel me zo moe. Ik had niet verwacht dat ik me zo snel uitgeput zou voelen. Omdat toen ik vertrok, ik echt alle energie had. Hallo allemaal, het is inmiddels een aantal uurtjes later. Het is nu 6:30 s'avonds. En ik heb me omgekleed, heel comfy aan. En ik ga zo weer naar buiten. Ik wil graag naar een shoppingmall gaan. Wat boodschappen halen bij de 7-Eleven. En ja, gewoon gaan wandelen. Want de winkels zijn hier open tot 10 uur. En eetentjes tot 2 uur s'nachts. Dus ik heb genoeg tijd om naar buiten te gaan. Oké, ik ben buiten en kijk. Waar is het sinaasappelsap? Uit de machine. Dat is $2. Dus die stream in €1.10. Echt heel leuk. Het is zo lekker warm. Het is 26 graden hier. En super lekker. Echt. Zonnetje schijnt, zonnetje gaat onder. Ik weet niet of jullie dat zien. Daar gaat de zon naar beneden. All the blessings. Oh, echt. Love it. Ik ben een stukje aan het lopen. Ik vind het een hele mooie christelijke kerk hier. En ik wil graag gaan eten bij Hut & Rood.
Newton Food Center. Dus het is ongeveer 20 minuten lopen. En nu loop ik erin. Maar het begint ook al donker te worden. Ik ben bij de mall aangekomen. Ik ben in de mall en in de make-up winkel. Maar alle prijzen hier, ik vind dat het echt veel duurder is dan Nederland. Je hebt hier natuurlijk wel make-up van hier zelf. En dat is allemaal ook best wel duur. $19 bijvoorbeeld. Ik weet niet. Ik ken deze merk ook niet echt. Dus ik weet niet of het Sephora kwaliteit is. Maar goed, ik vond het best wel duur. Oké, ik heb ongeveer een kwartiertje gelopen. En ik ben naar de mall geweest. Ik zie hier wat vers fruit. Allemaal heel schattig gesneden in stukjes. Echt heel schattig. Alles is voorgesneden. En ik heb wat appeltjes genomen voor morgenochtend. Maar ik snap de purpose ook eigenlijk niet om alles voor te snijden en dan weer een vervolg in plastic te doen. Want ja, je verspilt dan gewoon weer plastic. Vervuild milieu. Maar goed. Ik ga dus nu naar de Newton Food Center. En ik hoop dat daar best wel lekker eten is en lokaal eten ook. Dus laten we even kijken. Het is nog 10 minuten lopen ongeveer. Ik ben al best weer een tijdje aan het lopen. Maar het is nog 15 minuten lopen naar de Newton Center. Food Center. Dus wat ik net weet, ik heb groene appel gekocht. Hij had mij gesneden appeltjes gegeven. Maar ik wou gewoon ongesneden appels. Want ja, ik wil gewoon dat morgenochtend goed is. En zover ik weet heb ik geen koelkast in mijn hotelkamer. En ik heb ook een stukje meloen gehaald. Ik zou die eigenlijk bewaren voor dessert. Maar dat gaat mij gewoon niet lukken. Ik moet nog een kwartier lopen. Ik heb al 7 uurtjes niks gegeten, denk ik. Want in de middag was ik voor lunch naar buiten gegaan. En daarna gewoon niet meer. Heel zoet. Nou, ik ben eindelijk aangekomen bij de Newton Food Center. Na ongeveer half uur dik het hier lopen. Ben ik er eindelijk. Ik ben echt heel benieuwd. En het is super druk. Oh my god. Menu voor jou? Ik heb ongeveer 10 minuten om mijn eten. Het wordt bereid en gebracht naar je tafel toe. Ik heb nasi besteld en kipsaté. En ze hebben hier heel veel vis. Spray, krab, bananen, groot en kneedgraden. Ik denk dat de krab is denk ik $40 voor een hele krab. Dat is wel redelijk. Maar ik denk dat je Nederland betaalt. Mijn gebakken rijst is er. Ik heb rijst met kip genomen. En mijn kipsaté is er ook. Oké, allemaal. Ik ben inmiddels al terug in het hotel, gedoucht. Ik ga zo naar bed. Het is nu 10 uur, dus ik denk dat ik nog even serie ga kijken. En dan tegen 12 uur ga ik slapen. Ik hoop dat jullie de eerste video van Singapore leuk vonden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.